Yo en welkom beste kijkers. We doen nog een giveaway op zaterdag 27 februari. Dus zeker alles in de gaten houden. Want al mijn live kijkers op twitch.tv kunnen mij gaan volgen. Kijk hieronder. En dan vind je mijn twist. Follow. Bij de 500 followers gaan we Halo 5 weggeven. Maar nu, Xbox Live gift cards gaan we weggeven. Ik zet een grote streep neer in de chat. Die zien jullie zo direct hier. En daaronder gaan mensen mijn KD ratio voor het aankomende potje Big Team Battle raden. Raad je het goed? Dan heb je de giveaway. Zo simpel is het. Komt ie, jongens. Aatse flats. Oké dan. Nou, hup, jongens. Place your bets. Even kijken, hoor. Oh, jullie kunnen het allemaal live volgen hier. Oh, wat? De gokken. Ik zie allemaal één punt zoveel. Jongens, denk wel. Big Team Battle, hoor. Ik ben wel echt... Ik zeg het zelf. Ik ben toch echt wel fucking goed in Halo. Wat is dit nou weer? Ik ben godverdomme een opname aan het maken! Ik ben helemaal gek geworden! What the fuck? Zo. Genokt. Beter. Big Team Battle. Daar gaan we, jongens. Nou, ja. Die boomer, jongen. Wat helemaal gek hier, hoor. Brick zo direct nog een controle in de midden. Niet deze. Dit is mijn schatje. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Niemand die twee punten zoveel gaat... Dit wordt gewoon weer degene die het hoogst heeft degene die het hoogst heeft gegokt, die gaat winnen. Dat weet ik zeker. Dat kan niet anders. Denken jullie nou echt serieus dat ik niet 30-5 ga staan of zo? Mijn KD, hè? Mijn KD. Kom op, jongens. Kom op. Hetgene wat je het laatst hebt gezegd is hetgene wat telt. Maar het moet wel gedaan worden voordat deze match begint. Niemand twee punten zoveel? Echt? Dat jullie zo weinig vertrouwen in me hebben. In mijn Halo skills. Ik zie... Kijk. Heel goed, Moktouch. 2.5. Kijk. Hier hou ik van, hè, jongens. Daar komt-ie. Oké, de bets zijn geplaced. Hoe zeggen ze dat? Ik probeerde het net ook al. Safiana Plu, hè, of zo. Doe mij maar een paraplu. Hier, alsjeblieft. De game begint, jongens. Bam. Daar gaan we. Voor de giveaway. Halo 5 plays gedaan. We zien het bovenin staan, laatste follower. Hè? Ook hartstikke vet, jongens. Hier, recht boven mijn hoofd. Ja, recht boven mijn hoofd. Geniale boy, thanks voor de follow, laatste follower. Dikke shout-out naar Mousepro. Hartstikke bedankt voor je donaties, jongen. Je staat hier helemaal links, sta je. Vet shit, jongen. En we gaan beginnen met... we hebben een Capture the Flag game. Nou, daar gaan we, hoor. Ik had al gezegd, geniale boy, hetgene wat het laatst gezegd is, dat telt. En nu zijn de bets geplaced. Oké, ik word gewoon meteen gebetrayed op het begin. Dat is lekker. Goed begin is het halve werk. Ik ga voor de railgun, daar kan ik mooie plays mee maken. Mijn shield recharge nu niet. Omdat ik aan het sprinten ben. Dat is niet zo fijn. Ik wil die gast er echt gewoon uitslaan. En ik ga nog steeds voor die railgun. Oké, mijn shield is weer in het rechargen. En daar gaan we. Nee! Nou jongens, 0.0. Oh. Nou, daar gaan we, jongens. Kom op. Nee! 2 deads al, jongens. Oh. Wel een mooi... Nee! Melvin die zegt eventjes in de Twitch chat dat ik toch geen hoge KD deel als Mello er niet bij zit. Ja, dat is wel echt mijn hele maatje natuurlijk, maar... time to shine, dus. Nou is het time to shine, dus. Hun hebben echt gewoon al een vlag. Hey! Oh,
Rain. Official Mousepro, thanks voor de support, man. What the fuck, jongen. Nice. Jezus Christus, man. Oh, dat... Thanks, jongen. Wat een support. Dankjewel, man. Echt vet. Ah, het is een flats. Maar er wordt niks weggegeven, hoor, jongens. Er wordt niks weggegeven. Ik ga natuurlijk niet Mats ineens nu met een mooie... Met even mijn Cardena zijn gok doen. We gaan gewoon voor de hoogste KD mogelijk. Ja, anders laat je even lekker niet die plasmapistool op, want dan werkt die beter. Ah! Jammer, maar wel 6 kills. Huppakee, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oké dan. Kom op. Kom op dan. Wat ben je nou voor een mietje? Kom op dan. Hiero, wegwezen jij, jongen, kind. Die ging ook maar net aan, hoor. Oh nee, nee, die gaat er nog aan, die gaat er aan. Weet je, in DMR. Dat ik altijd wel echt een vervelend wapen vind om tegen te spelen. Oké, rustig aan, rustig aan nu. Wow, kom op jongens. Oh jee, alles in de basis hier. Niet dat je even op... Nee, nee, niet dat is leeg, daar heb ik niks aan. Oké, ik ga even hier zitten, ik ga even hier zitten. Even een shield regen, ja. Hotse flats! Gewoon die geest, die ghost aan... geest. Die ghost aan, een stront. Hey, it's good, it's good. Ik had al gezegd, jongen, dat we moesten ook gewoon samen. It's good is een van de spelers tegen wie ik heb gespeeld op de launch party van Halo 5. Daar ben ik samen met de Mello heen gegaan en hebben we echt gewoon iedereen vernietigd daar. En ook jou, it's good. We waren fucking lekker bezig. Maar jij was fucking goed, jongen. Ik had al meteen gezegd, voordat we de match begonnen, dat je in ons team moest gaan komen. Maar ja, weet je, wie niet vraagt, hè, wie niet vraagt. Team Roze waren we, jongen, Team Roze. Make it rain now. Toch vind ik het veel te interessant om hier gewoon in het midden te gaan lopen en echt de plays te gaan maken. Dat vind ik gewoon vet. Komt hier met zo'n kutte soul drive, jongen. Dan wil ik hem echt gewoon... Ah! Oké, oké. Rustig aan nu. We gaan het eens verbeteren. Even, eventjes die DMR oppakken en daarmee ga ik wat afstandskills maken. Triple kill voor de kijkers, triple kill voor de Twitch-kijkers. Komt ie aan. Een sisje erbij. Nou, weet je wat, laat mij maar even lekker op die gunnen. Kom erop. Ja, kom op dan. Kom op! Ga ze op die lolly. Ja, echt, echt, ga je hier rijden? Nou, weet je wat, dan stap ik uit als je hier gaat rijden. Daar heb ik gewoon niks van. Als je zit te klooien, doe je dat maar lekker met een ander. Ja, lekker jongens, lekker. Protect our carrier. Wat doe jij nou? Vuile dwaas! Wat doe je nou? Echt? Wie ben jij, jongen? Oh, oh, oh. Nou, zo gaat die KD echt niet omhoog. Gadverdamme zeg. En wat doet die nou weer? Gaat die weer met die fucking boor? Ik ben ook helemaal gek van, hoor. Nou, hup. Waar zijn de enemies? Nou, die gaat niet raken, zo. Kom op nou, hé, joh. Ja, rip het van users, jongen. Wat is dit? Ben ik nou echt zo fucking slecht? Ja, ik ben zo fucking slecht. Ja, je bent zo fucking slecht, baanbreker. Hero. Kom dan. Nee! Weer! Weer! Oh. Oh, jongens, jongens, help me iedereen. Een waardeloos, waardeloos Halo-potje.
Hier, rotsenflots. Lekker hoor, even de perfect door erheen. Zo, dan blijven we nu eens even lekker bij hun basis lampeneren. Wat is een flats? Oh, achter me. Ja, oké. Heel goed, nou, bro. Soms moet het er even gewoon uit. Er komt bloed uit mijn oren. Sorry, Moktachi. Oh. Nou, Moktachi heeft de hoogste inzet gedaan. 2.5 voor de KD. Oké dan. Lekker hoor. Het wordt nog echt een lang potje ook, jongens. Dus ik kan wel even lekker veel kills gaan maken. Kan, hè? Kan. Ik sta wel bovenaan met kills, dus dat vind ik dan wel weer lekker. Even een geruststelling. Wow. Ja. Oh, en dan ineens word je kapot gemaakt, hè? Hotse flots, hoor! Wat een nade, zeg. Wat een nade. Wat een klasse. Dat kan er maar één, en dat ben ik. Al die kutramen zitten dicht bij hun. Dat is wel echt vet trouwens. Wow. Dan ben ik net geraakt nog daardoor. Ja, dat is jammer. Ik werd net geraakt door die grenade. Anders had ik beter gestaan. Gedeelde eerste plek. Spannend. Het leuke is, ik kan nu ook echt gewoon mijn KD niet zien. Geen idee hoeveel deads ik heb ook. Maar het zal wel wat wezen, hoor. In ieder geval 3 op het begin. Make it rain now. Make it rain. Ze zijn een beetje terughoudend. Oh, dit vind ik het ergste, hè. Battle. Ja, ik voelde hem al aankomen. Oh, een battle rifle fight verliezen. Jammer, zeg. Jammer. Nou, kom op. Een truster grenade. Voor degenen die dat niet weten bij Halo, hè, grenade gooi je meteen trusten, dan schiet hij echt gewoon keihard naar voren. Dat zijn wel leuke dingen om te weten. Vooral op die Big Team Battle Maps, dat je hem echt gewoon fucking ver gooit. Dat is leuk. Oké, even andere aanpakken. We gaan bovenop een basis staan en vanaf daar verwacht ik minimaal een killing spree. Doe ik voor jullie minimaal een killing spree, zou ik het maar zo noemen. Deze wou ik. Oh. Dan die ghost, hè. Dan die ghost tegen. Wat moet je daar nou mee? Ja hoor, rustig blijven. Dat moet je ermee. Rustig blijven. De druk is te hoog, jongens. Ik moet presteren. Ik reload gewoon al, omdat ik dacht dat ik hem had gekilled. Je moet niet denken, maar doen. Daar komt ie hoor. Kom op. Zie je hier de berg weer op, want hier zit er eentje. Oh, daar al, achterin heen. Dat is flats. Gaan we die vlag nog cappen, jongens? Hoe zit dat? Oh, ja, die kut ghost, hè. Kief toch heen, man.
Dan wil ik die gasten gaan kapot maken, jongen. Die in zo'n ghost gaan zitten. Oh, what the fuck. Ik stond gewoon ineens in de base. Ik denk dat ik wel nog even die vlag moet gaan scoren, jongens. Anders krijgen we nog een verlenging ook. Nou, het is wel een oké potje. Alleen deze map is een beetje groot. Nee! Word ik nou weer door een teammate kapot gereden? Oh nee, deze keer was het niet een teammate. Oh, het is slecht. Our flag's back at base. Lekker. Kom dan. Kom dan, meet. Hoppakee, liggen jongens. Helaas. Maar wel weer twee kills, wel weer twee kills. Ik moet nog wel eventjes bovenaan gaan staan met kills, hè. Echt een saaie pleurismap is dat ook, hè. Het is niet echt een goede... Dat je zegt van, wauw. Deze game wil ik echt spelen, want die map zag er vet uit, zeg. Die zou ik al 6 keer hebben geremaked, trouwens. Na 2 minuten plus de verlenging, als het 1-1 blijft staan. Wat een flatsdag. Leef jij je loodje maar in. Jezus jongen, stoere jongen hoor. Jammer dit. Ja, ik blijf wel even bij die rocket wachten jongens. Daarmee gaan we de laatste kills pakken voor deze match. Bijna die controle door de lucht. Railgun is al weg. Ja, we moeten toch even die flag gaan cappen, want anders dan wordt het gewoon verlenging. Het duurt echt fucking lang deze game. Oh, lekker, lekkere killsteal. Maakt niet uit, telt ook gewoon. Plus 1. Hier sta ik lekker. Grappig hè, dat ze denken dat ze tegen kleine kindjes spelen af en toe. Ik weet niet met die gast op richten, maar dat was niet op mij. Oh. Jammer. Weer reloaden, maar ik dacht dat ik hem al had. Op! Overtime. Nou, als er nu wordt gescoord, dan is de game meteen over. Maar ja, we gaan voor de kills. Ik had er toch wel meer verwacht, hoor, jongens. Kills. Nah, dat is niet eens een challenge, man. Maar laten we daar maar op gooien.
Het hele potje was laagdrempelig, dus... Oh, fucking hell, zeg. Ik ga nog wat deads pakken, jongens. Het wordt spannend wat de KD wordt. Het wordt echt fucking spannend. Weer zo'n kut ghost. Je kan ook gewoon helemaal niks, hè? Normaal gesproken had ik dood geweest, hoor. Ik weet niet wat dit was, waarom ik niet dood ging, maar... Dat wil ik vaker. Ik kan een tide. Hij gaat... Oh! Nee! 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 Kom op nou! Ja, dit wordt geen 2.5, Mokdachi, helaas. Het zal wel positief zijn, maar niet 2.5. Oké, even door zijn teammate omver gereden, niet erg. Kom dan, Miet. Wat kom je nou om die hoek en dan gewoon meteen weer terug, hè? Lekker, die telde niet voor deads. 30 kills, lekker jongens. Wat gaat het worden, wat gaat het wezen? 1.3 zeg. Oh, wat dramatisch. Dramatisch zeg. 22 deads. Jezus, wat een slecht potje, jongens. Houden jullie de Twitch.tv in de gaten en zeker ook mijn YouTube, want het gaat allemaal veel beter, normaal gesproken. Maar dit was druk, hè? Dit was druk. De giveaway wordt nu uitgezocht wie de 1.3 had. Hartstikke gefeliciteerd in ieder geval. Houd de Twitter in de gaten.